Doorsnee is dat niet het paradigma waar we uit leven, dat door het bos lopen zinvol is. Bij Google bijvoorbeeld is dat wel zo. Het is mogelijk om net als in je kindertijd weer te leven vanuit je verbeelding in plaats vanuit je verleden. Zie, COVID is de overgangsfiguur van reactief naar proactief. En nu moeten we van proactief naar creatief. En als we niet genoeg aan dat proactieve gewerkt hebben, kunnen we niet bij dat creatieve komen. En dat is dus mijn ervaring met de organisatie waar ik gewerkt heb, dat men dat proactieve denkt te kunnen overslaan. We willen van reactief naar creatief en dat gaat dus niet door. Je moet echt via dat tussenstuk komen en dat tussenstuk is emotionele intelligentie. Hoe ga je om met je eigen emoties? Hoe ga je om met emoties van anderen? En dat is werkelijk het hart van een hoogproductieve cultuur. Is dat het een hoogintelligente cultuur is aan de emotionele kant. Kunnen wij verbinding houden als het moeilijk is? Kunnen wij met onze eigen angst omgaan dat het allemaal zal instorten? Kunnen wij omgaan met de boosheid van iemand? Als je dat niet kunt, kom je niet bij die wereld van de mogelijkheden. Dus als je dat niet bewust gaat organiseren, eerst voor jezelf, dan kun je nooit weten dat het zo in elkaar zit. Maar, ja. Dus als je dat vertaalt technisch gezien, het is mogelijk om opnieuw uit theta te leren leven in plaats van uit beta. Het heeft alles te maken met hart en ziel. It's a the world is ours.